Sim. Şey, özlüyor musun? Kardeşim özlüyor musun? Olsa öderim. Yani mesela. Gelse hemen söylerim. Procent zekerheid te krijgen dat de man die in Nederland voor de trein sprong echt Zeki Bas is, nemen we DNA af bij Mustafa, de broer van Zeki. When the day is done, down to earth and sinks the sun. Along with everything that was lost and won. When the day is done. When the day is done. Hope so much your race will be all wrong. Then you find. Terug in Nederland overhandig ik het DNA-monster uit Turkije aan de Amsterdamse recherche. Het speekselmonster gaat voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag. Daar wordt een DNA-profiel geïsoleerd en vergeleken met het DNA uit het bovenbeenbot van de man die in Heemskerk voor de trein sprong. Is het Mustafa's broer? En komt daarmee eindelijk een einde aan de 14 jaar lange zoektocht van de politie en van de familie in Turkije? Na 2 weken komt het verlossende belletje. Theo? Hallo, we zijn met Theo van Kijk Amsterdam. Hé, ja, ik zag het al. Vertel, heb je een uitslag? Ik kan dan bellen, want ik was meer weet over de uitslag van het DNA-onderzoek van het bot wat je uit Turkije meegenomen hebt. Ik kan hier ook gelukkig een mededeling doen. Het is gelukt, we hebben een formele DNA-match, oftewel een identificatie van Zeki Bas. Het is hem gewoon. Het is hem gewoon. Ik ga heel snel de broer bellen. Nou, hartstikke goed, succes en ja, meestal sterk. Het uur van de waarheid is aangebroken voor de familie van Zeki Bas. In spanning wacht men in Turkije op de DNA-uitslag. Mustafa? Hallo, wie heb je maar? Ja, ik zal was. Merhaba, Mustafa. Merhaba. I have a translator. Do you tell him? Mustafa Bey, bulunan vücut Zeki'ye ait. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir yerde onun olduğuna sevindim, bir yerde de çok üzüldüm. Evet. Tabii ki bu zamana kadar aramamızın bir sonucu, tabii üzücü haberin olması. Bizim için de çok üzücü oldu. En zo heeft de familie na 14 jaar eindelijk rust. En het graf op Sint-Barbara een naam.